Als ik zeg 11 juni 2013, gaat er dan een lampje branden bij jou? 11 juli 2013. Mijn laatste wedstrijd? Nee. Nee. Een oefenwedstrijd van China tegen Nederland. Wonnen jullie met 0-2. Stond je samen met John Heitinga, de trainer van Ajax, op het veld. Oh, mooi. Is er nog iemand die je veel spreekt? Of, Nee, vrij weinig. Vrij weinig. Je bent weer fit na maanden blessureleed. Je stond de laatste weken weer op het veld. Werd langzaam gebracht. Inmiddels heb je weer een aantal basisplaatsen gehad. Ja, je liep die blessure op eind 2022 in een uitwedstrijd tegen Utrecht. Wat gebeurde er precies? Nou, ik had al wat last voor de wedstrijd. En de vraag was of ik de wedstrijd zou halen. En wij keken die wedstrijd in de warming-up of het ging. Mijn gevoel ging het niet. Dus daarom de reden om te stoppen. En het bleek dat het het ergste was dat het, dan wat ik voelde op dat moment. En waar had je precies last van? Mijn kuitspier. En nou werd je eigenlijk, deed je in de voorbereiding op de hervatting van het tweede seizoen zelf wel weer mee. Maar viel je in de oefenwedstrijd tegen Westerlo vroegtijdig uit? Was dat weer een beetje dezelfde blessure die terugkwam? Ja, het was dezelfde blessure. Dus uiteindelijk was je iets te vroeg begonnen met de inspanningen. Het voelde wel eigenlijk wel heel goed tijdens het trainingskamp in Spanje. Maar ja, helaas was het eigenlijk iets te veel bij de wedstrijd tegen Westerlo. Dus we moesten even de rem even drukken en dan even een paar weken wachten. Daardoor miste je wel het begin van 2023. Nu ben je er alweer een aantal weken bij. Tegen Fortuna had je dan ook weer een basisplaats. Was je fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. En dan speelde je ook gelijk 90 minuten. Dat was de eerste keer dit seizoen dat je een hele wedstrijd voor Sparta speelde. Ja, hoe beviel dat? Ja, wel, in mijn geval vond ik dat het goed ging. Alleen wel jammer van het resultaat. Als je kijkt naar de hele wedstrijd. Maar ja, 90 minuten in de benen was wel een opluchting voor mij en een goed teken eigenlijk. Sparta doet het in 2023, trekt eigenlijk gewoon de lijn door van 2022. Was dat iets wat jij verwachtte? Ja, ik vond dat wij als elftal en als groep zijn gegroeid op de trainingen en de wedstrijden. En het voelt gewoon steeds beter hoe meer wij samen spelen. En dat laten we ook op het veld zien. Dus ik was van overtuigd dat we deze lijn door gingen trekken. Afgelopen zondag won Sparta weer van het 2-1 van Go Eagles na drie gelijke spelen op een rij. Wat deden jullie anders ten opzichte van die drie wedstrijden voor, waardoor jullie nu wel de drie punten pakten? Nou, niets anders dan daarvoor. Ik denk dat wij de lijn doortrekken. En natuurlijk we kunnen niet alle wedstrijden winnen. Maar wij spelen wel met goed spel en dat is ook de bedoeling. En met Go Ahead Eagles maken we twee goede goals. En één tegen wat jammer was. Maar ik vond dat onze veldspel wel goed was. Ook tegen Go Ahead Eagles. We gaan met dezelfde instellingen in alle wedstrijden in. En natuurlijk op de training train je daar ook op. Soms is het iets tactisch anders dan in andere wedstrijden met een andere team. Heeft te maken met andere spelers. Dus meer deden we dan niet dan de voorbereiding dan daarvoor, laten we het zo zeggen. Aanstaande zondag spelen jullie een uitwedstrijd tegen Ajax. Die ploeg die kwam gisteren nog in actie voor de Europa League tegen Union Berlin. Speelt daar aanstaande donderdag al de return tegen. Jij weet natuurlijk als geen ander hoe het is om door de week Europese wedstrijden te spelen en in het weekend weer voor de competitie te spelen. Ja, denk je dat dat een voordeel is voor jullie dat Ajax midden in een Europese wedstrijd zit? Ja, ze hebben wel de ervaring om dat te doen. We kunnen niet zeggen dat zij moe zijn of zij iets minder gaan presteren tegen ons. Het is natuurlijk een hele belangrijke wedstrijd voor beide teams. Wij voelen dat wij op een goede moment zitten in onze omgeving. En natuurlijk, het wordt sowieso een hele moeilijke wedstrijd. Ajax kan heel goed voetballen. En ieder team heeft wel zijn sterke punten en zwakte punten. En daar trainen we op. Bij Ajax is natuurlijk veel gebeurd dit seizoen, ook onder andere een trainingswissel. Nu staat dan Heitinga voor de groep in plaats van Schreuder. Zie jij een verschil onder het Ajax van Heitinga dan het Ajax van Schreuder? Nou, je ziet wel dat er iets is veranderd in het elftal. Je ziet het wel bij de spelers, denk ik, op het veld. Maar al met al, je voelt wel dat het niet echt stabiel is bij Ajax. Dus het kan altijd veranderen. Een heel klein momentje zijn. Dus daar kijken we niet naar. Wij kijken puur naar onszelf. En daar moeten wij vanuit gaan om een goede wedstrijd van te maken.
zie ik wel of teams zich dan aanpassen als ze naar de arena moeten. Gaat dat bij jullie ook gebeuren of gaan jullie gewoon uit van je eigen krachten? Ja, elke wedstrijd is tegen een andere tegenstander, dus daar passen we sowieso een beetje aan qua veldspel. Maar al met al is het eigenlijk op dezelfde lijn hoe wij bijna elke wedstrijd ingaan. Veel succes. Dank u wel.